Hotel van Studio Brussel. De zon schijnt stralend boven de studio's van Studio Brussel. En we zijn nu verzeld geraakt in de talkshow. Het spreekgestoelde. Dus interessante mensen. Ja. Interessante mensen die zelden aan bod komen en die je ook helemaal niet verwacht. Jaren aan de weg timmeren. Dames en heren, onze gast in de talkshow vandaag is niemand minder dan Hugo Matthijssen. En daarvoor mag een applausje, dat ligt in de derde schuif. Ja, oké, dat is goed. Welkom Hugo. Ja, dank u Bart. Veel aangenaam. Hugo, ik heb een kleine vraag. Ze lijkt kritisch, maar dat is zeker niet de bedoeling. Dat gedoe-it-yourself van u, dat gedoe-it-you-zelf, gaat dat niet te ver? U heeft het nu over die helikopter. Ja, kijk, ik vond het tof dat ik met u mocht meerijden. En dat de vliegen. Vliegen, ja. Dus met uw helikopter. Ja, ja. Maar ik ga er eerlijk in zijn, ik vond het nogal koud in uw zelfgemaakte helikopter. Ja, dat is wel waar, maar Bart, het betrof mijn zomerhelikopter. Oeh. En het is nu eenmaal zo, en daar kan ik niks aan doen, dat het vandaag niet echt geweldig warm weer is. Nee, niet echt zo. Zeg maar, heb je die nu wel echt zelf gemaakt? Want bijvoorbeeld, ik heb gemerkt, dat stuur, dat is zo'n klein stuur van een Alfa Romeo. Ja, ik heb natuurlijk al die onderdelen niet zelf gemaakt, maar ik vond in zo'n helikopter, om dus echt vinnig te kunnen sturen, dat er wel een sportstuur in zou passen. Trouwens zitten wel meer, dus tweedehandse onderdelen in. Dat bestaat uit onderdelen van Tefal, Bouwknecht, Roland Vender, van Adidas. Dus de vloeistof om de ruiten mee te kuisen, ja? Dat is van Givenchy. Allee. Ja. De koelvloeistof zit in een tupperwarepot. Dus ik ben daar creatief mee bezig met die helikopter. Nog één klein vraag. Ik bedoel, vindt u een swingende helikopterpiloot? Ja. Maar het zou veel sterker overkomen mocht je niet op zo'n sofa, zitten in die helikopter. Ik vind dat gemakkelijk zit. En die stonden in promotie bij IKEA. Het is van IKEA. Het lijkt echt leer, dus waarom niet? Want ik ken u toch vooral als een sportief type, Hugo Matthijssen. Ja, sportief, kom. Het is nu wel zo, Bart, dat ik lang niet meer aan competitiesport doe. Waarom niet? Ik heb wel een hekel aan dat eeuwige winnen. Ik hou er dus meer van de laatste jaren om eerder mijzelf te overwinnen. Bijvoorbeeld in het Hoge Bergte. Ja, ik ben daar in maart dus ik ben, de Mont Blanc. Ja, de Mont Blanc. Ik ben nog maar net terug van de Mont Blanc. Ja, dat is daar heel merkwaardig, wat ik niet begrijp. Iedereen die bovenop zo'n berg heeft gestaan, die zegt dan altijd, je voelt je daar heel klein. Bij mij was dat omgekeerd. Ik voelde mij daar heel groot. Waarom? Omdat dus alles onder u plots geweldig klein lijkt. Ja, we moeten daar misschien toch even bij stilstaan. Begin maart heb je daar te Mont Blanc ook 3 mensen levens gered. Ik spreek daar niet zo graag over. Dat is niet zo belangrijk. Trouwens, het waren maar 2 mensen. En een hond. Die hond die kon trouwens nog lopen, maar dus die 2 mensen die waren sneeuwblind geworden, totaal onderkoeld. Dus ik heb op elke schouder zo'n onderkoelde medemens gelegd. En daarbovenop dan die hond, om die wat warm te houden. Trouwens. Bij wijze van Sjaal. Ja. Hugo, ik bewonder u wel. Dat viert u, Bart, maar we moeten dat toch niet overdrijven. Kijk, met die onderkoelde mensen, je gaat tenslotte berg af. Ja. Op sneeuw, dat is eigenlijk een soort gigantische glijbaan. Ik was in een wip beneden. Had je leuke gesprekken met die mensen? Wel, zo'n onderkoelde medemensen heb je wel aanspraak aan. Veel meer dan, amai, dat is hier friskes, komt daar niet uit. Of misschien wel eens als ze al wat aan het eilen waren, mag dat raam toe. Ja. Dat was eigenlijk alles. En dan, wat heel vervelend was, toen ik beneden kwam, dan heb ik moeten merken dat ik mijn portefeuille boven vergeten was. Kon ik nog eens terug. En dan bent u dus helemaal terug omhoog geklommen. Nee, ik heb dan mijn helikopter genomen, natuurlijk. Hugo, dat zal pas koud geweest zijn. Het was mijn winterhelikopter. Ah, ja, natuurlijk. Dus dat was begin maart. Dus ja, natuurlijk. Natuurlijk. Tijdens het winteruur, dan gebruik ik mijn winterhelikopter. In de zomer mijn zomerhelikopter. En dus bij de overgang, daar heb je dus een uur tijd waar je met 2 helikopters tegelijk kan vliegen. Dan wordt dus de winterhelikopter geparkeerd en dan haal ik de zomerhelikopter op. Begrijpt u? En dat is een soort sauna-principe, dus tussen de winter- en de zomerhelikopter. Dat heeft toch wel een anti-rimpel-effect. Een anti-rimpel. Misschien moeten we het even stil laten worden in onszelf. De plaat is al geruime tijd bezig. Ja, oké.